Beste kijkers, hier Ubbo en Rijn. Welkom bij Harlingen Ontdekt. Zoals jullie weten is deze week het jubileumjaar van het Lanenkaatsen. We gaan deze week dagelijks voor jullie op stap. Wij maken kleine reportages van dit evenement en laten deze zien op dit kanaal. Vandaag de eerste aflevering. Wij ontmoeten Theo Oudhuizen op de Lanen. Hij gaat ons wat meer vertellen over dit mooie evenement. We staan hier met Theo Oudhuizen, 20 jaar voorzitter geweest van het Lanenkaatsen. Theo, hoe is het Lanenkaatsen ontstaan? Nou ja, het is eigenlijk begonnen toen mijn vader en Bouke van der Gaast, of zouden we het in het Harlingens doen? Dat is misschien ook wel handig. Ja, laten we het maar in het Harlingens doen. Ja, toen mijn vader en Bouke van der Gaast het idee kregen samen met een comité hier van de Lanen om het Lanenkaatsen weer opnieuw leven in te roepen. Ja. En ik zeg opnieuw omdat eigenlijk voor de oorlog werd er al kaatst op de Lanen, maar dat werd georganiseerd door... Hier de Joodse familie, die hier, hier op de Kleine Brede Plaats een winkeltje had. Ja, was dat Pijs? Dat waren familie Pijs, de bekende familie Pijs toen het hier. En die hebben eigenlijk dat georganiseerd. Dat was gewoon een partijtje van jonge knapen. En die kregen dan wat pepernoten en wat snoep en zo, ja. Kregen ze als winnaar. Nou, dat hebben ze oppikt in 1950. En dat is vanaf het begin een enorm succes geworden. Dat hadden ze nooit gedacht. Meteen al 200 deelnemers, meteen al veel publiek langs de kanten. Ja. Toen was er natuurlijk ook nog niet zoveel. Nee, nee. En wat ook heel bijzonder was, het tweede jaar werd er een cabaret houden daar bovenop bij de Harmonie. Ja. En daar kwamen allereerst de Harlinger artiesten allemaal en later allemaal artiesten uit het land. Willy en Willeke Alberti. Ja. Ja, ja. En dan ben je nou toe aan het hoeveelste? 75 jaar. Ja, 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 en nu is er een hartstikke mooi boek uitkomen. Ja, kijk. Dit en dat is het Lanenkaatsen 75 jaar. Ja, precies. En mensen die dat nou graag hebben, en een hele hoop hebben het al, waar kan die dat boek krijgen? Nou, dat kan dus via de site van, van het Lanenkaatsen. Hè? Ja, dat is. www.lanenkaatsen.nl. En daar staat alle informatie op. En we hebben nog voorraad. En we brengen het ook graag even langs, dus als ze dat daar regelen, dan komt dat zeker goed. Ja, maar kan ze het op een laan nu krijgen? Op een laan kan ze het toe krijgen. Tijdens het Lanenkaatsen? Ja, tijdens het Lanenkaatsen hebben we het zeker. Dit was deel 1. Morgen zijn we er weer. Dank voor het kijken. Like en deel deze video. Of kom deze week naar de Lanen en geniet van dit bijzondere Harlinger evenement.